Dit is alweer de laatste videoband van het complete videohandboek Zelf Mode Maken. Op de vorige band heeft u gezien hoe een blazer gemaakt wordt. Nou, het enige wat nog ontbrak, dat was de voering. En op deze band, 4B, kunt u gaan zien hoe de voering erin wordt gezet en hoe de blazer verder wordt afgewerkt. De voering wordt min of meer hetzelfde gemaakt als de blazer. Alleen komt er geen kraag op en er zitten geen zakken in. Thea Jelier gebruikt een effen voering, maar u kunt ook een contrastvoering gebruiken. Dat is een voering in een bijpassende kleur met een mooi dessin. Als u dan de mouwen omslaat van de blazer, dan wordt die contrastvoering goed zichtbaar. Door onder de blazer een blouse, een kooltruitje of een t-shirt te dragen, wordt het beeld van de blazer steeds anders. En wat net zo belangrijk is als mode, dat zijn de accessoires en de make-up. Beetje goede bijpassende lippenstift, nagellak, ketting, oorbelletjes, sjaaltje en u krijgt een perfect beeld van de blazer. Behalve de afwerking van de blazer leert u ook hoe u kinderkleding kunt aanpassen en veranderen. U weet het, kinderen groeien eerder in de lengte dan in de breedte. En hoe vaak gebeurt het niet dat een kind een gat in de knie valt? Op deze band leert u een paar handige foefjes om onder andere een kinderjoggingbroek te verstellen en een Bermuda te maken van een oude lange broek. Nogmaals en voor de laatste keer, succes! In deze blazer zitten vullingen er al in. En nu is eigenlijk de laatste handeling de voering inzetten. Een hele nieuwe techniek die we in de andere banden nog niet behandeld hebben. Ik heb hier een hele mooie voering gekocht. U kunt natuurlijk ook een hele gewone voering daarvoor kopen. Als u een voering gaat maken, moet u daar goed op letten dat u de voering knipt zonder de belegdelen. De belegdelen zijn al gemaakt van stof, dus u heeft die niet meer nodig van voering. Dus die vouwt u bij het patroon of u knipt ze van het patroon af en u knipt dan de delen zonder het beleg. Eigenlijk wordt een voering net zo gemaakt als de blazer, alleen komt er geen kraag op, er komen geen zakken in, misschien een binnenzakje, maar dat moet u zelf weten. De voering mouwen worden ingezet, u strijkt alle naden netjes open, u zorgt dat uw blazer goed geperst is. Want als de voering er eenmaal in zit, kunt u daar heel moeilijk bij komen. Wat gaan we dan doen? U pakt uw blazer. U pakt de voering. En u begint weer midden achter de voering in de blazer te spelden. U ziet het. Midden achter heb ik een klein naadje afgestikt. Eigenlijk is dat een soort plooitje aan de bovenkant. En ook aan de onderkant. Dat is om de blazer wat meer ruimte te geven, de voering wat meer ruimte te geven, als die in de blazer genaaid wordt. Dus als u de achterkant gaat knippen van voering, dan legt u nu een centimeter van uw stofvouw af. En u stikt aan de bovenkant een naadje af en aan de onderkant. U zoekt dus midden achterop van de blazer en van de voering. En ook daar begint u goed op goed weer op elkaar te spelden. Op de doorslagdraadjes en weer langs de vlieseline. En als u het goed heeft gedaan, dan past ook de schoudernaad van de voering op de schoudernaad van het beleg. Dit is de ene helft en de andere helft werkt natuurlijk net zo. Als u precies heeft gewerkt, dan ziet u het, komt de onderkant van de voering ook gelijk met de onderkant van de blazer.
heeft u de voering zo aangespeld en geregen, dan kunt u de voering aanstikken. Bij een andere blazer heb ik dat inmiddels gedaan. En u ziet het, de voering langs het beleg is gestikt. Als de naad wat aan de brede kant is, knipt u die iets korter af. Wat doen we dan? Dan draaien we de blazer in elkaar. U pakt de mouw en u schuift de mouw in de stofmouw van de blazer. Andere kant net zo. Nu zijn er dus nog een aantal handelingen te verrichten. En waar we mee beginnen is met de onderkant van de voering. Bij sommige mantels en blazers wordt de voering aan de onderkant gewoon met een klein zoompje gestikt. Bij een blazer is het ook mooi als u de voering op de zoom aanzoomt. Hoe gaan we dat nu doen? U begint weer midden achter op te zoeken van de voeringblazer en midden achter van de stofblazer. U slaat de zoom naar binnen op de doorslagdraad. En het is heel mooi als u niet de voering aan de onderkant van de blazer legt, maar iets naar boven toe. Zodat de voering straks met wat ruimte overbloest. Als u weer netjes heeft gewerkt, dan zult u zien dat ook de zijnaad van de voering op de zijnaad van de stoffen blazer past. Achterpand en nu nog het voorpand. Bij het hoekje slaat u dat netjes naar binnen toe. Andere kant net zo. U pakt nu naald en draad en u gaat de voering met kleine steekjes aanzoomen. U zoomt hem zo dat u de steekjes niet aan de goede kant van de blazer ziet. Een klein stukje zal ik u laten zien. U begint vooraan. Klein stukje neemt u op van de zoom en een stukje van de voering. Niet te grote steken. Doorslagdraadjes kunnen er dan uit. Je ziet het, hier zijn nog wat kleine rafeltjes van het beleg. Maar dat kunt u ook met naald en draad netjes aan de blazer vastnaaien. Als u dat zo helemaal heeft gedaan, dan zit ook de voering in de blazer vastgemaakt. Wat moeten we dan nu nog doen? De onderkant van de mouw, ook daar moet de voering aangezet worden. U slaat daarvoor de goede kant naar buiten toe. U pakt de voeringmouw, dus de naad op elkaar. En de andere naad, die komt hierop. U ziet het, als u het precies werkt, klopt dat ook heel goed.
dat gaat u net zoals de onderkant van de voering met kleine steekjes aanzoomen. Heeft u dat gedaan, dan is eigenlijk de blazer al gevoerd. De blazer is nu zover klaar. Het laatste wat u moet doen, knoopsgaten en knopen. Hoe u dat moet doen, dat kunt u bekijken op deel 1 en deel 3 van de videoknippennaaicursus. Blazer is klaar, we hebben steekzakken gemaakt. U heeft geleerd hoe u een revers-kraag moet maken, een tweedelige mouw, hoe we een mouw moeten inzetten en zelfs hoe we een voering in een blazer moeten zetten. Werkt u heel precies en heel netjes, dan zult u vast heel veel plezier van uw blazer hebben.